We staan op de Boekel in Akersloot. Wat is er gebeurd? Ja, we hebben een melding gekregen van een waterongeval. Dat betrof een auto die te water was geraakt. Er zijn 5 burgers te hulp gesprongen. Die hebben geprobeerd de mensen in de auto eruit te krijgen. Uiteindelijk hebben de brandweerduikers, deze 3 personen uit het water gehaald. Het betrof een man en 2 kinderen. Een kind van 3 jaar en een kind van 6 jaar. Zij zijn alle 3 op de kant gebracht en gereanimeerd. Vervolgens zijn zij naar de ziekenhuizen vervoerd. Inmiddels is bekend dat de man is overleden en dat de 2 kinderen, dat het daarmee naar omstandigheden redelijk gaat. Er zal voor de 5 burgers die te water zijn gesprongen, zal er slachtofferhulp worden ingezet. Nog gaan de geruchten dat het gaat om een familiedrama. Wat weet u daarvan? Nou, u zult begrijpen dat de politie grondig onderzoek gaat doen naar de toedracht van dit geheel. Ik kan niet bevestigen, ik kan ook niet ontkennen dat het om een familiedrama gaat. De politie gaat dat allemaal uitzoeken. Nou, is dit niet echt een plek om te water te raken? Hè? Nee, dat zou je zeggen, maar ja, daar kunnen we op dit moment verder ook niks van zeggen. Het is wel zo, omdat de politie onderzoek doet, is het wel van belang dat mensen die wat gezien hebben, getuigen, dat die zich vooral ook melden bij de politie.